Het is vandaag als woensdag, dus het carnaval zit er officieel op voor dit seizoen. Na een mooi feest hebben de prinsen en de prinses uit gemeente Bergendal de sleutel van het dorp weer overgedragen aan de wethouders. En zo te horen hebben ze het naar hun zin gehad. Ja, heel erg genoten. Ja, maar mijn stem, ja, die is er klaar mee. Ik denk toch wel onze eigen optocht in Leut. Dat is wel het allermooiste om in je eigen dorp rond te rijden. Ik heb genoten vanaf de eerste dag tot en met vandaag, zeg maar. En ik kan het iedereen aanraden om het mee te maken. Het is echt een happening. Ik heb zelf gelukkig geslaagd in ons eigen dorp. Nog een heel mooi feestje gehad. En jammer genoeg was ik dus niet een beek. Maar ja, we hebben echt een mooie afsluiting gehad in ons eigen dorp. Dus ben ik heel erg trots op dat dat kan. Bedankt ook alle prinsen uit de gemeente Bergendal en in het bijzonder Hans, die de 62 wat een geweldige tijd hebben gehad. We gaan nog de sleutel inleveren en dan als goed is nog een feestje laten zwemmen. Nou, ze hebben een fantastisch feest georganiseerd, allemaal in hun eigen dorp. Dus het was hartstikke geslaagd, deze editie. Ja. Je ziet alleen maar blije mensen. Overal is één groot feest. En de optochten zijn gewoon, ja, vooral in je eigen dorp is natuurlijk het mooiste wat er is. Dus je ziet hoe de mensen genieten. En ook de oudere carnaval samen, die hebben we gedaan 2 dagen. Nou, dat is gewoon schitterend als je die mensen samen met de ziekenbezoeken ook als je een glimlach kan toveren alleen al door binnen te komen. Ja, als je ziet hoe die mensen veranderen, dat is gewoon echt mooi om te zien. Ja. Dat is ook wel fijn dat we hem zelf weer in onze eigen handen hebben, hoor. Maar met alle vertrouwen hebben ze aan de prinsen gegeven. En het is ook helemaal prima verlopen. Dus daar zijn we trots op. Nu gaan we op naar volgend jaar. Maar we moeten even nog bijkomen van dit jaar, hè? Dank u wel.